Op dit moment staan we bij Speeltuin Lindaf in de Verleeuwhoekstraat bij de rolstoelhopper. Die is aangevraagd met geld van Jij Maakt de Buurt. En die rolstoelhopper is eigenlijk voor kinderen met een beperking, zodat de speeltuin voor alle kinderen toegankelijk is, met en zonder beperking. Is gewoon hier een hele leuke boel. Ja. En leuke speeltuin. Er zijn heel veel kinderen. Ja. Mijn vriend meegenomen. Ik vind het wel leuk en hier ziet het ook heel mooi uit. En de eerste keer dat ik deze trommel hier zie en de eerste keer dat ik erin zit. En als ik aan de touw moet trekken, dan moet je ook heel veel kracht zetten. Dus ja. Krijg je behoorlijke spierballen van. Ik ben hier sociaal-pedagogisch medewerkster. We doen onder andere hier de woensdagmiddagactiviteit. Maar van tijd tot tijd, als het mooi weer is, gaan we ook met verschillende kinderen met verschillende mogelijkheden naar buiten toe. En het mooie daarvan is nu dat Justin ook op zijn manier mee kan spelen op de toestellen in de speeltuin. Het is ook heel belangrijk dat ook voor de gehandicapte kinderen, maar ook voor de niet-gehandicapte kinderen, dat ze ook leren samen te spelen. Dat het niet altijd gehandicapt is gehandicapt en gewone kinderen zijn gewone kinderen. Het is eigenlijk de bedoeling dat alle kinderen, ook waar ze wegkomen, maakt ons niks uit. Of dat nou Enschede is, Hengelo of Almelo. Die rolstoelboy is eigenlijk bedoeld voor alle kinderen met een beperking. Ik konde eerst niet met hem spelen omdat hij in een rolstoel zat. Dus toen was hij in één keer bedacht dat er een school was voor gehandicapte kinderen. En toen was dat wel leuk voor Justin. En wat ik belangrijk is, vind dat kinderen met een beperking gewoon om moeten kunnen gaan, ook met kinderen zonder een beperking. Zodat dat één gezin wordt, zeg maar. Zo, één gezinnetje, dat ze allemaal bij elkaar houden.